er zijn echt zoveel mensen met de snor. Hi YouTube! We hebben een snordiscussie. Hallo. Jullie willen het niet weten. Het zit hem in de snor. Ja. In ieder geval, welkom bij de livestream van 21 mei 2016. Het is op dit moment de eerste aflevering die we daarvan opnemen. De chat is er gezellig bij. We hebben net een donatie ontvangen van Snoopy Timmermans. Hartelijk dank daarvoor. Balkje is weer gevuld, dus de 3DS Capture Card is weer een stukje dichterbij. En, wij gaan Pokémon Soul Silver weer spelen met een randomizer. Hopelijk dat we dus eindelijk een keer een Eevee tegen kunnen komen. Ik heb een ronddag achter de rug, dus laten we dat gewoon hopen. Nou, had ik het idee om terug te gaan naar Goldenrod City? Oh, trouwens, Jorin zegt hi. Dwip zegt hi naar YouTube. Blazian zegt hi. En we komen een Quillava tegen. Leuk. Quillava. Ik hou niet van lava. Eigenlijk zou ik ook wel lava moeten vangen en die gewoon zo moeten noemen. Just do it! Behalve dat volgens mij niet gaat passen. Jawel. Ik hou niet van lava. Ik hou niet lava. Ik denk dat wel past inderdaad. Ik hou niet veel lava. Weet ik veel. We verzinnen gewoon iets. En het is zaterdag, dus we kunnen de bucket competitie weer doen. Doen we dat? Nee! Jawel. Want er zitten geen Eevees, er zit alleen maar Bugtijd Pokémon. Die is jammer genoeg niet gekend. Zeep, mijn scherm! Oh, mijn scherm staat niet goed! Is? Blooper! Blooper, blooper, blooper! Miltank is de oorzaak van de blooper! Sorry! Maar waarom Miltank? Miltank heeft jou niks aangedaan. Dat wil jij niet weten. Jij hebt mijn Let's Play van... Jij zei dat je mijn Let's Play pro was. Tuurlijk, ik heb de Pistol Let's Play ook gezien hoor. Dus? Ja, ik weet dat Miltank gewoon echt een BS was. En weet jij ook nog wat er gebeurde in de modded Minecraft? Was ook een Miltank. Tot ze elke keer naar me toe kwamen. Hey, Zelda player. Wat? Miltank. Miltank. Hi. Hoe dan ook, ga nu even naar mijn broer barbecue. Haar vriendin is jarig. Gefeliciteerd! Wel gefeliciteerd! Wel gefeliciteerd! Blazian, bedankt voor de storing door te geven. En Snoopy Timmermans, de broersvriendin. Gefeliciteerd! Dat is een hele mondvol. Heel smakelijk bij de barbecue. Ja, screw de livestream, kom, schuif aan. Ja, waar is het? PM even een adresje, kom ik er zelf bij. Ja, zeg maar, 3 man komen er extra bij. Ja, Mario, een Magikarp trainer en... een Firetype trainer. En nee, de Magikarp gaat niet op de barbecue. Nou, ik ben een Firetype trainer, ik kan gerust wel wat vuurtjes maken. Oké, nou, de coin case die hadden wij nog niet eens, omdat we hebben dit gewoon helemaal overgedaan. Weet je wat? Vooruit dan. Jullie hebben Pokémon Crystal, het Let's Play die is ervan te zien. Maar dat is dus veranderd. Ze hebben nou dus tegenwoordig, omdat... Dat had met gokken te maken, omdat ze hadden slotmachines. En slotmachines, dat was taboe. En dat leek te veel op gokken, en dat wouden ze dus niet meer. Dus hebben ze nou de Voltorb game. Is een soort van Minesweeper. Ja. Mijneveeën. Dus, kijk, een Eevee! Links van je! Oké, nou, in ieder geval de mijne beker. Ik zal het eventjes uitleggen hoe dat het werkt, want heel veel die hebben dit spel inderdaad gespeeld. En die snapten niet hoe dat het werkte. Nou, je hebt dus verschillende rode vakjes hier bijvoorbeeld. Er staat onderin staat er een 0 bij een Voltorpje en er staat er een 7. Die 7 die wil zeggen tot er zoveel punten te halen zijn in deze rij van boven naar beneden toe. Dan heb je hier eentje met een Voltorpje, dat is echt een 1. En deze heeft 5 punten. Dat wil zeggen dat hier 1 Voltorp, oftewel 1 bom zit. En zo werkt dat bij elke rij. En zo moet je dus een beetje uitgevogelen welke zijn veilig. En je moet alle 2 kaarten en 3 kaarten eruit zien te halen. En zo krijg je de coins. Nou, dus we weten dat deze totaal veilig is. Dus hier kunnen we dus alle kaartjes, nou we hebben al een 2 gevonden. Hier kunnen we alle kaartjes omdraaien. Nou, en als we al die kaartjes omdraaien, dan zie je dus dat er een totaal komt van 7 punten. 2 van 2... En 3 van 1 maakt samen 7. Nou, dus dat tweede nummertje dat wil laten zien hoeveel punten dat je dus kan vinden in dat kolommetje. Oeh, wat lekker. Aardbeienplant. Net geoost. Lekker. Luxe.
Maar ja, nou is het dus, waar zitten die punten? Nou, we kunnen deze rij, die kunnen we al uitvegen van hier hebben wij in deze rij niks te zoeken. Hier zitten namelijk 3 Voltorbs en maar 2 punten. Dus dat wil zeggen dat er 2 kaarten van 1 zijn, om 2 punten te krijgen, en 3 Voltorbs. Dus deze rij kunnen we al helemaal met rust laten. Goed, dan gaan we zelf eventjes verder kijken. Hier hebben we bijvoorbeeld ook in deze rij zit 1 Voltorb, geen Magikarp, ik wil bijna Magikarp zeggen. En hier zit ook dus 1, dus dat zou best... Ja, hier zou dus een aparte in zitten. Maar ik denk dat hier een Voltorb zit. Ik denk dat ik hier een 2 vind. Oké, okay, nou, hier zit nog eentje, dus dat is 3, 4, 5. Dus er zit er nog eentje met een 2. Deze rij is zinloos, want die heeft 4 punten en een Voltorb, dus dat zijn 4 eentjes. Dus het is of deze. Maar dat kan niet, want dat is die 3 met 2, dus dan zou dit een 2 moeten zijn. Helemaal goed. Oké, okay, dus deze is ook klaar. Daar hoef ik niet meer naar om te kijken. Het klinkt ingewikkeld inderdaad, maar het kan makkelijk zijn. Het lijkt ietsjes meer op Sudoku dan mijnenvegen, maar een beetje... Een combinatie, ja. Oké, okay, nou eens even kijken. 2, 3, 4, 5. Hier moet ook nog ergens een 2-kaart zitten. Hier hebben we maar al uit. Deze rij die is veilig. Die is klaar. Hier zit er geen, hier zit er een. Dat zou dan hier moeten zijn. En we hebben 32 puntjes en volgens mij hebben we alles. Yup. Yay. Dat betekent, we zijn 32 punten dichterbij een Pokémon. Maar welke Pokémon kijken we dadelijk naar? Ik zal nog even een paar rondes doen voor de lol. Gezellig ook interactief met de chat. Want dan krijgen we namelijk ook 3. Ja, dan krijg je ook een keer 3 kaartjes. En level 2, die zijn iets moeilijker, maar bieden toch wat meer. Nou, deze bijvoorbeeld, die heeft 5-1 kaarten. Want je kunt dus zien, geen Voltorbs, maar wel 5 punten. Dus dan kun je ervan uitgaan tot het allemaal 5-1 kaartjes zijn. Deze heeft er heel veel. Deze heeft 8 punten zelfs. En deze heeft 8 punten. Dus ik ga ervan uit dat hier de 3 zit. Nice. Yay. Nou, even kijken. Dan hebben we dus nou hier 4 punten. 5, 6. Hier zitten nog meer kaarten. Maar, waar zit die Voltorb? Daar moeten we vooruit kijken. Ik denk dat dit ook een goede kaart is. Ook weer een 3. Nou, de 6, de 7. Dan zit er nog 1-1 kaart. Dus deze rij kunnen we met rust laten. Even kijken. Dan hebben we deze rij nog. Hier zit niks. Hier zit niks. Hier kan iets zitten. En hier kan iets zitten. Maar ja, dit is al gevaarlijk. Want in deze rij zitten dus 2 Voltorbs. Ik denk deze zelf, want deze die hebben allemaal eentjes. Ik ga voor deze. Nou moeten we gokken. Terwijl dat ze niet wouden dat we gingen gokken. Maar nou laten ze ons toch nog gokken. Stom spel. You can do it. Oké, we hebben hem. Yay. En dan denk ik... dat de laatste... Want deze die zijn nou klaar. Even kijken. 3, 6, 7, 8. Ja, die is klaar. Nou denk ik dat de laatste hier zit. Nee. En dat denk ik in verband met... Er zitten 2 Voltorbs in beide rijen. Je hebt 5 punten. Dus dan denk ik dat het een 3 is en 2 eentjes. Dus dan denk ik dat hier die 3 zit. Dat kan niet anders. Ah, je weet maar nooit. Maar aan de andere kant, even kijken. Ja, ik denk het wel. We gaan het doen. We gaan het doen. Yes! Yes. Wat is mijn lievelingseten? Daar heb ik me eigenlijk nooit eigenlijk bij stilgestaan. Mushrooms. Van de Mushroom Kingdom. Nee. Pizza. Nou, het liefste wat ik eigenlijk het lekkerste vind om zelf klaar te maken, dat is satésaus met lekker met wat brood en dan een hamburger of zo erbij. Sorry, Mume. Yeah. Ik hou totaal niet van satésaus. Nee. Je krijgt spontaan veel haat waarschijnlijk, nee, grapje. Hallo Triangle Man, we zijn de card game aan het doen, omdat we kunnen hier muntjes mee verdienen en kijken of we dus... ja, we kijken daar ook wel naar de prijzen, maar laten we gewoon kijken hoe ver dat we kunnen komen. Nou, we hebben in ieder geval al wat kaarten te pakken gekregen, 2, 3, 4... Oké. Dit wordt gevaarlijk. Want deze die heeft dus... Deze rij kunnen we gewoon negeren. Hier zit niks. Deze rij naar boven toe bedoel ik dan. Even kijken. Deze rij bovenin. Die kunnen we ook verder voor de rest negeren. 2, 3, 4... Oh nee, er zit nog een 2 kaart verborgen. Oeh. Deze is heel gevaarlijk. Ik denk dat hier er eentje zit. En dat denk ik goed.
Oh, de gok. Je mag niet gokken volgens Nintendo. Nou, je doet het toch. Nu je het over hamburgers hebt, ik heb net een lekkere hamburger op een hamburgerbroodje met gebakken uien en wat saus gegeten. Lekker! Even kijken, 2, 4, 5, 6, nee, er moet hier dan nog een 2 zitten. But where? Deze rijden kunnen we trouwens ook met rust laten. Dus dat schiet al op. Ik gok deze. Deze heeft gewoon 4 voltorms. Dit zijn allemaal voltorms deze rij trouwens. Wauw. Nou ja, dat maakt het toch wel... schokken. Andere punten makkelijker als je dat weet. Het maakt het een stuk schokken. YOLO! Oké, dat was een 3! Hoe? Oké, dat is 5. En ja, dan moet er hier dus nog één... Er zit hier nog 1-2 kaart. Oh, verschrikkelijk. Ik denk dat dit... Ja, want deze die weten we trouwens helemaal zeker. Deze is veilig. Deze is veilig. En daar zat er nog een 2 kaart. Deze is veilig. En deze is veilig. Omdat hier in deze rij kan maar 1 voltorp zitten. En dan weten we dat zou deze zijn. Yep. Yep. Goed. Uiensaus. Oh, ik krijg honger van jou. Je hebt net gegeten, nou en? Stop met over eten te praten, please. Ja, ik hou echt niet van uien. Nou, deze rij die willen we trouwens ook maar rust laten, want hier zit nog maar een 1 kaart. Die zijn niet belangrijk. Je hebt een 5, dus hier zit nog ergens een 2 kaart. Ik denk dat het deze is. Geef mij maar een lekker zandje in plaats van eieren. Even wachten jongens, ik moet heel eventjes kijken. Concentreren. Daar zit ook nog ergens. Nee, wacht, dit kan ook een 2 kaart zijn. Oké, jongens, chat. Shut up! Hey Mimé, dat is irritant. Oh, oké. Okay. Wat heb je gegeten dan? Gewoon iets simpels. Even kijken, ik denk dat hij hier zit namelijk. Want hier moet ook nog een 2 kaart zitten en hier moet een 2 kaart zitten. En als hij hier zou zitten, dit is de enige logische kaart waar dat hij hier zou kunnen zitten. Of hij zit hier. Of hier. Of hier. Maar het probleem is, daar weet ik zeker dat we dadelijk een voltorp raken. Schokken. Just do it! Make your dreams come true. Nee, shh. Ik ga dit niet verbrassen. Het zijn nog maar 2 keer 2 kaarten, dat is het nadeel. Joren33, bedankt voor de follow. Je bent geweldig. Welkom bij de stream. Even kijken hoor. Ik zet heel eventjes trouwens. Dat is wel makkelijker. Kan ik de namen wat beter zien? Sorry. Jongens, ik ben even naar de wc. Oké, jongens, wat denken jullie? Zit hier die 2 kaart? Of zit die toch hier? Waar zou die zitten? Eentje die moet aan de onderkant zitten, eentje zit aan de bovenkant. Maar ik weet niet waar. Ik durf het niet. Welke denken jullie? Bovenste? Ik wil het weten. Weet je zeker dat je hebt gevolgd? Tuurlijk, dan moet het moet schijnen. Hoezo kom ik... Ik zal heel eventjes kijken voor jou... Die melding, die kwam zichtbaar. Van Smikkeltje? Ja. Ik weet heel veel niet meer wie... Ja, van... Joren. Joren die kwam binnen. Maar Smikkeltje, daar heb ik nog niks van binnen gekregen. Smikkeltje heb ik inderdaad niet gezien. Nee, hey. Smikkeltje heeft ook nog niet gefollowed, zie ik. Dus dan zal die ook nog niet binnenkomen, nee. Maar goed, even kijken. Subtiele hint, ga nu volgen. Ja, grapje. Die derde ziet er veilig uit. Die derde zit er helemaal niet veilig uit. Die zit vol met voltorps. Ik ga gewoon voor deze. We gaan YOLO. Boven, deze. Ah! Jullie schuld. En als je dus een voltorp raakt, betekent dat je je punten kwijt bent van die ronde. Yep, dus we hebben nu in totaal 113 munten. Nou, we zitten nog steeds op level 3, dus we hebben nog steeds een kans. Op ook. Quit. Goed. Even kijken, volgens mij was dat bij deze gast. Welkom, bij je change your coins voor 5... Oh, terug. Ik wil geen Abra kopen.
Tommy Timmermans heeft het bolletje met 1 dollar euro gevuld. Alsjeblieft, Zeep, dankjewel. Yay. Dat is leuk. Maar ik zie hier geen random Pokémon. Ik dacht dat hier random Pokémon zouden zitten. Ah, dat is jammer. Dat is minder leuk. Nou, of je moet er eentje kopen en je komt er dan pas achter welke Pokémon dat is. Ja, dat wou ik net zeggen. Misschien als je iets neemt dat het... Nou, we hebben er 437. Hoeveel hebben we ervoor nodig? Van Abra 200. Weet je wat? We gaan het gewoon doen. Ik zou het gewoon proberen, inderdaad. Wie weet is toch ineens wat anders. We hebben voor YouTube wel eventjes wat extra uit die kaartgame geknipt. Want anders zou het wel heel erg veel alleen maar kaartgame zijn. Dus daar korten we in met 20 minuten of zo. We gaan heel even kijken wat er gebeurt als wij een Abra erin gooien. Als dat een Eevee is, dan ben ik het blijste konijntje wat ooit bestaat. Ja, ik denk dat het net zo zal zijn als met Bill. Do not mention Bill. Oh ja, sorry. Leugenaar. Heb je de vorige stream niet gezien? Kijk hem maar. Plus, het is op YouTube te zien. Ik wil het heel vervelend doen hoor, de serie. Nee, die afleveringen staan nog niet. Ondertussen wel! Als ze dit op YouTube terugkijken, toch wel? Oké. Volgens onze chat live nu op dit moment inderdaad niet. Oké, nou in ieder geval welke Pokémon zullen we heel eventjes wegdoen? Buggerboy. Jij mag heel eventjes... Jij staat heel eventjes standby. Wij gaan een Abra halen. Ik geloof echt als het gewoon een stereotype Abra gewoon is... Dan ga ik Bill helemaal verrot schelden. Nee, dat mag niet. Jawel! Je was dan een kindvriendelijke YouTuber. Ja, dus doen we het ook op een kindvriendelijke manier. Ja, van een koekbal gehakt. Ja, bijvoorbeeld. Gewoon even weer. Ja, wij willen Abra. Wij hebben de Abra gekregen. Ik geloof er helemaal niks van. Het is lekker. Stubbe Timmermans heeft het balkje met 1 euro gevuld. Laatste van de dag, dankjewel. En ik haat dit, het is gewoon een Abra. Ah. Bill, we komen naar je toe. Bill! Dum. Als je een Eevee hebt, moet je gewoon naar Bill terug gaan en laten zien wat een Eevee is en hoe dat eruit ziet. Bill heeft geen verstand van Pokémon. Net zoals inmiddels Professor Oak. Vergeet niet jongens, het verhaal van Professor Oak is eigenlijk best wel duister. Ik bedoel, Professor Oak beweert dat hij een Pokémon-professor is. En dat hij zijn leven heeft gedetacheerd aan het onderzoeken van Pokémon. Vergeet niet, hij geeft een Pokédex mee die leeg is. Wacht, nee. Dus als hij nog geen één Pokémon heeft encounterd... Hoe weet hij dan dingen van Pokémon? Hij krijgt een 10-jarige om die Pokédex te vullen. Maar goed, in ieder geval, de Coin Case game was dus een enorme waste of time. Nogal. Ja, het is dat we het hebben laten zien hoe het moet. Ja, inderdaad. En voor YouTube hebben we het even een beetje een snellere variatie erop gegooid. Maar ik ben dus teleurgesteld. Oh ja, we moeten dadelijk nog... welke was ook alweer uit het ei gekomen? Ja. Ik weet niet meer. Clefable, geloof ik. Kleffa. Ja, Clefable. Kleffa, ja. Ja, dat is de laatste evolutie. Kleffa. Nee, ja, Clefable is er dus. Sorry, dan Kleffa. Ook laat dat ook gewoon een kind van 10 doen. Jij lijkt op Mario. Ja, ik heb vandaag een event gehad dat ik moest optreden als Mario toevallig. Dus, kan kloppen. Denk ik. Ik ontken alles. Objection! Objection! Heb je nog vragen of opmerkingen? Kunt u altijd terecht bij nee.nl. Nou, in ieder geval, we hebben Buggerboy weer terug. Laten we maar gewoon weer terug naar schema toe gaan. Oh nee, ik moest Bill nog heel eventjes de waarheid vertellen. Dit spel heeft gewoon echt... Snoopy Timmermans heeft het balkje met 1 euro gevuld. Oké, okay, dit is de laatste. Dankjewel, Snoopy Timmermans. Jij bent geweldig! Het klinkt alsof ik er niet blij mee ben. Hè? Het klonk alsof je er niet blij mee bent. Ik ben er hartstikke blij mee. Wat praat jij over? Dude! Het balkje komt steeds... dichterbij zijn max. De 3DS Capture Card is bijna dichterbij. Oh, ja. Dankjewel. Precies. Hij is geweldig, serieus. Eens even kijken. En ik vind Deuntje ook zo leuk. Dat is waar.
Nee, het is niet zwaar, het is leuk. Bill, luister. Jij drommels een schavuit met soep in je haar en boter in je linkerneus gehad. Als jij mij een Eevee belooft en mij dan nog eens een keer een iPhone gaat geven en geen Eevee, dan hebben wij ruzie, dan hebben wij problemen, ja? Voor straf vind ik nu dat jij ook Super Mario Maker moet gaan spelen. 100 Missie Mario op super moeilijk. Want wij komen net van de Game Corner af. En daar verkochten ze een Abra voor 200 coins. Wij kopen hem in de hoop dat het een random Pokémon is. En nee, het is gewoon een freaking Abra. Bill, je stinkt. Je hebt soep in je haar. Dat heb ik al gezegd. Maakt niet uit. Meh. Wil ook doneren, maar mijn moeder vindt dat onzin. Het is heel erg simpel. Doneren is niet verplicht, D-Wip. Nogmaals. Alleen al de gedachte dat je wil supporten, ben ik al heel erg blij om. Bijna dichterbij. Ja, bijna dichterbij. We komen steeds bijna dichterbij bij dat einde, bij dat eindpunt. Dus ja, dan kunnen wij 3DS games opnemen, let's playen, streamen. Dus maar dezelfde player, is dit toch geen DS game? Ja, alleen dit is een randomizer en daar heb je weer een speciaal programma voor nodig. Dus dat werkt weer anders. En met 3DS games, daar heb je gewoon echt een 3DS capture card voor nodig. Yep. Ik wil een Flareon! Goeie keus. Bill houdt niet van Eevee. Bill is gemeen. Hij heeft die... Nou, dat is nee. Ik kan het eigenlijk niet zeggen. Hé, hey, jongens! Ik had het gezegd. Ik had het gezegd. Ik mag hem gewoon Davy noemen, want de B is van zijn achternaam. Ik had het gezegd! Hij had gefollowed voordat de livestream begonnen was. Ik had gelijk. Schouderklopje aan mezelf. Oké, dan bedankt voor het volgen. Yay! Ook is een noob. Dus die kans, waar wij het over hadden, Stefan, die kans die is dus nog niet. Robin, hou je mond. Want Snoopy Timmermans heeft het balkje met 1 euro nog een keer gevuld, want ik kon het niet laten. Dankjewel! Snoopy, je hebt het echt geweldig. 5 euro deze livestream al, damn. Hoezo komen we hier nou een Corsola tegen? Die zijn we nog helemaal niet tegengekomen. Daarom. Ik wil hier gewoon kijken of we een Quill Lava tegen kunnen komen. Die wil ik gewoon noemen. Ik hou niet van lava. Ja. Zou wel leuk zijn. Überhaupt, Quill Lava. Yay! Wat is jullie favoriete evolutie? Ook van de kijkers. Oké, okay. Mimee, wat is jouw favoriete evolutie? Vaporeon. Robin! Flareon. Bij mij is het Umbreon. Maar als je naar de eerste generatie gaat kijken, Jolteon. Ja, en Jolteon is mijn minst favoriet. Hoe zou dat nou toch komen? Ja. Yeah. Bij mij is mijn minst favoriet Vaporeon. Als je een champion. Als de champion een Magikarp heeft, ga ik nooit meer stoppen met lachen. Oh, dat zou geniaal zijn, ja. Dat zou zo geniaal zijn. Krijg je Lance in één keer. Here comes my Magikarp! Hé, hey, maar Erik's team die verandert elke keer als je vecht. Dus de kans dat hij een mooi Magikarp krijgt, is er nog steeds! Even kijken, Yellow Yoshi die zegt dat zijn favoriet Leafeon is. Ik zie hier nog een Flareon van Triangle Man. Ja! We zijn trouwens Quill Lava eindelijk tegengekomen. Yes! Noot! Metal Claw zal niet echt super effectief zijn. Een pack. We doen wel een pack. Beter heeft de champion een Feebas. Nee. 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 Objection! Ja, wat is je als je nodig hebt? Oeh, dat was een critical. Oké, okay, bag! Ja, ik heb mijn badges trouwens nou niet om, jongens. Vanwege het event waar ik vandaan kom. Een Mario met gym badges, dat klopt niet. Tuurlijk wel, alles kan. Als YouTuber kun je alles zijn in één keer. Maar dit is ja. Die water weet de naam niet uit mijn hoofd. Vaporeon. Ja, ik heb ze toevallig daar nou... Ik weet niet of jullie ze nog een beetje kunnen zien, maar... Achter op de bank, daar staan al mijn evoluties. Nee. Ik zit waarschijnlijk te veel naar rechts of Eevee zit er voor. Eevee zit er recht voor. Eevee, maak eens even ruimte. Serieus, kijk, daar staan ze.
Heel stiekem achter de schermen, achter de Eevee. Tadaa. De Eevee blokkeert de evoluties. Eevee moet in de spotlight. Ja, precies, want hij zegt zo van, eerst een random Pokémon die tegen gaat komen, is gewoon een Eevee. We hebben een nieuwe vogel, dus moet hem even wat aandacht geven. Be right back. Ah, dat is ook belangrijk. Is de Pidgey? Is dat een rare vraag? Nee, toch? Nee. Of is het een... Spearow? Mario, de 10-jarige stertrainer van Professor Oak. Met een snor. Luister, ik ben geen Ash Ketchum, ik blijf geen 10! Deal with it! Of word je ik weet het, ik was 10 toen Pokémon begon. Maar ik wil wel ouder. En wijzer. Oh ja? 2? Ah, jammer. Wat is jullie favoriete starter Pokémon? Ook voor de kijkers. Starter Pokémon Eevee. En als jullie beginnen van Eevee is geen starter. Jawel! Eevee is een starter in de tweede versie op de GameCube. Pokémon XD geloof ik dat er was. Ja, Magikarp is ook een starter. Ja, in Pixelmon. Yep. Nee, maar van de oorspronkelijke games bedoelen we dan. Hé, we hebben Kaunivalava. Nou, dan heb ik als starter Pokémon. En toevallig heeft Stefan net één van de evolutie gevangen. Is Cyndaquil. Cyndaquil. Oké, nou eens kijken hoe dat we hier in godsnaam de naam Kaunivalava gaan plakken. Oké, dus... Kau. Nu. Vlava. Ik weet het al. Mooi. LL, Leroy Lava. Pas profess, Kaunivalava. Dit is gewoon hoe Leroy het zou schrijven. Kaunivalava. Leroy. Speciaal. Echt, er is wel heel veel ander Leroy genoemd. Ik wil een Magikarp, die kan ik nu meenoemen. Op Jaxel. Driftblim, nobody cares about you. Ga weg. Ga heen. Maar goed, laten we nou eens eindelijk een beetje vooruit gaan waar we naartoe moeten gaan. Nee. Nieuwe vogel mag me niet zo echt. Ja, maar dat komt omdat je nog niet de juiste badges ervoor hebt. Geloof me, je hoed zal je van eigens wel wat liever vinden. Of welke Pidgey. Level is je vogel? Is die level 30? Dan moet je wel minimaal 3 badges hebben. Of 2. Dit vind ik eigenlijk ook wel leuk. Wat is je favoriete legendary? Mew, overduidelijk Mew. Ja, nou. Bij mij is het eigenlijk een combinatie van Mew en Celebi, omdat ik ze allebei gaaf vond. Ik denk, om eerlijk te zijn... Magikarp. Nee, ik denk Groundhog. Och, we hebben een Birdkeeper! Met een Snowrun. Logisch. Nou jongens, echt serieus. Jullie willen badges, jullie zeuren over badges, jullie blij. Heb jij toevallig net als Gary 10 badges? Nee, ik heb er 8. Maar ik heb er binnenkort heb ik er 16. Welke gems heb je nou met Pokémon badges? 1 en 2 dan. Aha. Want dat zijn de gems waar ik echt heel erg veel intensief op gespeeld heb. En 3 misschien in de toekomst. Omdat ik heel veel nou op Omega Ruby speel. Nog Eevee's gevangen? Was maar waar. Dan zouden we een heel blij konijntje zijn. Maar we worden gebeten door een Snowrunt. Dat is niet zo lief van hem. Of haar, ik weet niet wat het is. Ik heb niet gekeken naar de gender. Een Zangoose! Wat een mooie... Ja. Ja. Leuk dat je een Zangoose hebt. Dat is een hele goede flying type, denk ik. Nou ja, werp ze hard genoeg in de lucht en ze vliegen. Ik zeur helemaal nergens over. Jezus, wat een lawaai. Hè, wat? Wat is er met hem? Ah, die kijkt zielig! Kijk naar die sprite! Die kijkt echt zo van... Waarom ben ik hier?
Don't kill me. Echt die blik! Oh. No. En je maakt hem nou, ja. Helemaal kapot! Je maakt hem niet dood. Je laat hem alleen maar uitstuk ofzo. Oh, een Weevil. Vooral tegen de vuurtype inzetten hoor. Ik wil niet heel vervelend doen. Volgens mij was het Dark Steel type, maar dat weet ik niet zeker. Dat ook niet. Ik zou niet meer weten, in ieder geval Dark. Zengus. I believe I can fly. Nee. Ik dacht gewoon dat Dark Ice was. Dark Ice, klopt. En hij heeft een burn status. Yay. En Weevil staat bekend om een fysieke aanvaller te zijn, dus ja, die is nou gehalveerd. Illuminati confirmed. Snorunt is een driehoek. Ach ja, we hebben weer money. Wat? Geen monies. Oké, nou. Misschien is het nou heel even handig om naar de town toe te gaan. Misschien wat extra pokeballs te gaan kopen. De toren te gaan beklimmen. En surf te gaan leren. En hoezo can't escape? Dat kan. Mimee, ik vind de shiny Magikarp! Gefeliciteerd! Yay! Niet laten evalueren. Maar jawel. Volgens mij begreep je dat al. Geef hem maar Mimee! Nee, ik heb genoeg shinies. Ik vind dat hij ook wel een shiny verdient. Nou, hij heeft hem zelf gevangen, dus logisch dat hij hem verdient. Hoe ga je hem noemen? Mimee? Zeritant. Zeritant. Throwback naar Pokémon Crystal. Ik ken echt al die derde en vierde generatie Pokémon echt niet. Ah ja, ik weet in ieder geval. Oh nee, niet daar. Oké, okay, zit. Hoe komen we daar? Ik ben er nog wel bij. Ik weet nog best wel veel van 3 en 4. Oh, wacht, daar zit zo'n rockslide. Dan moet je dan daarheen en dan moet je dan van achteruit komen. Oh, oké, okay, dan kunnen we nog langer naar niet naartoe. Nee, dan heb je de rockline weg. Ja, rockline. Ja, hi. Oeh, je geluid was heel erg disturbing. Ik was skippy. En het was een grapje, het was een shiny Feebas. Ja, en ik zei... Sorry, wat? Ik nou echt een robot. Was ik. Nou heeft zelfs, Erik zelfs, Oh. Nu ben jij. Ja. Hallo, robot. Ja, op die. Jongens, we hebben even Skype technical difficulties. Even wachten. Mimee, misschien kun jij misschien beter dan de call host, omdat ik ook een livestream aan het hosten ben. Oké, nou, even geduld mensen, we doen heel eventjes Skype, heel eventjes refreshen, we zijn zo terug. Call. Please. Shush. Itemball, can't reach me yet, Zeep. Ik heb geen flauw idee waar het over ging. Hoi. Hoi. Hey. Oké. Daar zijn we weer. Ik snap er even helemaal niks meer van. Nou, hij geeft bij ons steeds de melding. Zelda Player 20 kan niet deelnemen aan dit gesprek. Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat hij niet online is. Maar je hebt je status ook als offline staan. Of Skype moet bijgewerkt worden. Ja. Ja, dat zegt hij elke keer. En dan is hij bijgewerkt. Dan zegt hij van ja, hoor, hij is weer goed. Skype is gewoon raar. Maar volgens mij had ik een hele internet freeze moment, want zelfs de livestream lag er even uit. Oh. Dus, ja. Maar blijkbaar zijn we weer terug, dus... Oké, okay. Is mooi. Welkom back. Sorry daarvoor, jongens. Ik heb er nog nooit eigenlijk eerder gehad. Nope. Ja, want ik kon wel gewoon de chat nog lezen, jongens. Dat vond ik het grappigste. Nee, ik heb nooit internetproblemen gehad. Normaal ben ik altijd degene die zo'n rare probleem heeft met Skype, maar nu is het een keertje Erik. Nee, ik was het. Oh, was jij het? Ja, want ja, zelfs de livestream die werd eventjes... Waarschijnlijk omdat jij de call hostte dat de probleem misschien doorging naar meerdere.
Ik weet niet. Ja, maar nou loopt Skype ook weer gewoon soepel. Ja, klopt. Goed, nou ja, in ieder geval, we zijn weer terug. Is dit niet een nieuwe route of zo? Daar ga ik even kijken of dat een nieuwe route is. Skype doet nooit raar bij mij. Ik ben jaloers. Ja. Ja. Zo. Ik heb vaak genoeg problemen met Skype, helaas. Zeker. Ik hou niet van Skype. Nou, dat nou ook niet. Hoezo, hou jij van Skype? Gaan jullie ring uitdelen dan of zo? Nou? Ja. Krijg een doogspas! Ik ben nog steeds eigenlijk bang voor elke random trainer die ik tegenkom tot die een Eevee of evolutie heeft. Nou, ja. Dat gebeurt alleen maar bij Team Rocket. Ja. Don't remind me! We reminden jou niet, maar de kijker. Ja. Sorry. Oh, wat trouwens. Dat jij toevallig meeluisterde. Ja. Hij is een streamer, maar ja, dan mag je thuis. Ach, ik heb Miauw's zijn favoriete Pokémon gevonden. Ja. Ah, Jan. Is er nou ondertussen al een Eevee? Jan Barend? Zwijg, jij dwaas. Laat het zo zeggen, hij niet. Miauw. Nou, ondertussen is Waterkip ook al level 24. Oh, nice. Een Wartortle! Je bent een waterkip, je kunt dit! Heb vertrouwen in je water, Pokémon! Heb vertrouwen in je waterkip, zul je bedoelen! Double kick! Ik kom bekant wel. Ja, maar de Wartortle die is nu wel in het voordeel. Gebruik die bite! Een Wartortle is in het voordeel omdat het een watertype Pokémon is. Dag, Wartortle! Ja, het is bang omdat jij een waterkip hebt. Ja, dus hij dacht van, oeh, dan zal water waarschijnlijk niet effectief zijn. Waarschijnlijk heeft hij de ability water absorb of zoiets. Ja. Ik leef in het water, haha. Hi. Zijn Eevee, hey. Hebt hem, word ik heel boos op jou. Dan ga ik Team Rocket wezen, dan ga ik je Pokémon stelen. Oh, je hebt een Blaziken op level 18. Oh. Wow. Oké, dat was eigenlijk best een anticlimax. Hier, heb een waterpuls van Noot-Noot. Ja, hij kan wel wat water gebruiken. Alleen smakelijk. Wie zijn er eten? Oh, Triangle Man, smakelijk. Smakelijk. Nou, ik dacht eigenlijk altijd tot, Torchic een vliegvuurtype zou worden. Dat dacht ik zo. Maar uiteindelijk is het toch een Fire Fighting type. Nee, ik wil jouw telefoonnummer niet. Net zoals Gen 4 Starter, die is nou ook een Fire Fighting type. Dit is een belediging! You, I bet you don't even like Pokémon, alleen maar omdat ik je nummer niet wil? Jij zoon van een Jigglypuff! Waarom een Jigglypuff? Geen wonder dat niemand jouw nummer wil. Ach, hier hebben we de Pokémon training. Oh, such darling Pokémon, let's show our Pokémon together at the same time! Nee. Oftewel, dat noemen we een battle. Giggity. En wat heb je? Een Blastoise! Damn! Op level 17. Maakt me niet uit, hij heeft echt gewoon een combekant andere starters tegen. Ja, dus waar gaan we er tegen gebruiken? Schokkend! Jee, maar... Schokkend, hij gebruikt mijn naam. Wauw. Zijn Blastoise met twee grote hydrowaterkanonnen op zijn rug gebruikt bubbel. Wauw. Zo'n hele intimiderende Pokémon. Blastoise! Gebruik bubbel. Ja, die grote armkanon, die zit gewoon vol met bellenblaas. Nou, zij wou alleen maar Pokémon laten zien. Dus zij laat een leuk trucje van haar Blastoise zien. Oh, Blastoise, gebruik je bubbelaanval! Blastoise, je kan bubbel? Wauw! Oh, mijn hemel! I don't mind losing! Want ik heb een Blastoise, ik heb bubbel! Ik ga even mijn eten klaarmaken, ik ben zo terug.
Iedereen gaat toevallig eten klaarmaken. Smakelijk allemaal. Inderdaad. Oh mijn hemel! Nee. Oh mijn god! Nee. Mumé gaat huilen! Dus, vorige stream hadden we een boze Peep. Deze stream een boze Erik. Ik ben dood. Vang hem! Ik zie hoe je verslaat, dus ik ben weer terug. Nee, ik moet hem vangen van de chat. Nee, nee. Ja, dat weet ik weer, hè. Hij gebruikt splash! Oh mijn Fibas! Oh my god! Hij wil in zijn Pokémon blijven! Wauw, hij doet een critical hit! Weet je waar, ik gebruik voor een Buggerboy en ik gooi hem op 1%. Erik, ben jij nog? Mam, hij doet het weer! Mam, hij is weer weggerend! Dus, nu zijn we maar met z'n tweeën, gezellig! The wannabe Magikarp! Ik wou een Magikarp! Freaking Phoebus! Hoe evolueert Phoebus ook alweer door een hart tegenaan te schoppen? Voor de mensen die het niet weten, Erik en Stefan eigenlijk ook, haten Phoebus. De reden is omdat Magikarp is juist een van de leukste trol-Pokémon van generatie 1. En in generatie 3 of 4, ik weet niet precies welke generatie dat het was. Loop 3. Vonden ze het heel erg belangrijk om Magikarp een kloon te geven. Net zoals hoeveel klonen dat Pikachu ondertussen wel niet heeft. Maar goed, yep. Jongens, wij knippen weer even naar voren voor YouTube. Hebben jullie nou een hele leuke naam voor dit walgelijke schepsel? Laat het weten in de, ja, in de chat met hashtag name en dan de nickname die je ervoor wilt geven. Dus ja. Laat me weten. Als ik Erik mag zijn, ik vind als Erik terugkomt, ja, hij ook een naam mag kiezen. Dan moet hij wel snel zijn, want we zijn live. Ja. Magikarp 2.0. Erik! Dat is een belediging tot Magikarp. Oh nee, hè. Erik, we hebben hem gevangen. Jij mag mee helpen met het kiezen van de naam. Nee, hè. Magikarp 2.0, nee Magikarp. Oké, ik geef wel een naam. Derp Troll. Derpface. Ik vind Magikarp vind ik gewoon een belediging naar de Magikarp. Noem hem Mume. Dat is een. Ah, noem hem Mume. Dat is gewoon een. Ah, oh, dat is gemeen. Oké, naam. Kloon. Jongens, dat is heel gemeen. Nee. Nee. Nou, eigenlijk ben ik het mee eens met die nee. Ik bedoel, er is geen kloon Eevee. Of wannabe Eevee. Of nep Eevee. Nee. Dus. Nee. Nee. Nee! Gewoon nee! Een wannabe Magikarp? Nee! Met allemaal uitroeptekens! Gaan we nee! Stefan, kan me Phoebus ook nog gebruiken in het team? Nee! Nee! En dan komen we er weer een tijdje! Nee! Hashtag RIP. Hashtag nee. En we kunnen er nog niet eens van wegrennen. Hoe werkt dit? Nee. Oh, als Leroy hierbij was, hè. Oh. Leroy is ook bezig namelijk met de Pokémon trainer outfit. Namelijk de Fisherman training, maar dan van de Phoebus. Nee, hier komen echt alleen maar Phoebus tegen, jongens. Dit struikje is van de Phoebus. Snel weg. Weg daar! Can't escape! Nee! Just kill it!
Feedback. Denk aan Wurpel, die komt dicht in de buurt van Eevee, wannabe. Meet al... Alweer een Squirtle. Meet al evoluties die hij heeft. Die snap ik niet. Ik ook niet. Want Wurmple die kan in twee Pokémon evolueren, inderdaad. Maar... Eevee kan te 7. Oh, wacht eventjes, de nacht is ingegaan, dus daarom zijn de Pokémon hier nou in één keer anders. Eil. Heeft dat ook dan effect? Ja, want Pokémon Gold en Silver was de eerste met... En Girafferik kom je volgens mij hier oorspronkelijk tegen! Ik denk het wel, ja. Maar waarom heb ik zoveel moeite met escapen, serieus? Hint, als je hem hebt, gebruik de smokeball. Smokeball? Smoke. Waarom een smokeball? Dat garandeert jou van zonder enige moeite met wegrennen. Ja, nee, dat snap ik, maar... Daar heb ik geen zin in. Maar we komen hier heel veel nieuwe random Pokémon tegen. Nice. Oh, Primplup is heel traag. En we komen tenminste geen Feebas meer tegen. Ja, gelukkig. Leroy! Hij doet het weer! Nee, ik denk niet dat we hier nog een andere Pokémon tegen gaan komen, dus we hebben hier de random encounters ook ondertussen gehad. Ja, snel weg uit dat plukje gras. Wat heb je tegen dat plukje gras? Serieus? Komt trouwens nou niet onze rivaal tegen? Vlaggetjes! Hallo, Olivine City. Oh nee, we kunnen hier dadelijk weer gaan vissen. The thing you have is a Pokégear, right? Wow, that's cool. Oh, that's so cool! Oh, hoi. Mimei! Nee, you again? There's a piece of grass that only has three fat parts in it. There's no need to be alert. I don't bother with wimps like you. Speaking of weeblings, the city gym leader isn't here, and is supposedly taking care of a sick Pokemon at the lighthouse. Boo-hoo! Just let the sick Pokemon go. Let it die. We don't care. A Pokemon that can battle is worthless, just like Feebas. Why don't you go train at the lighthouse? Who knows? Maybe it make you better trainer or something. I don't know. Ik kan nog steeds weer jou winnen. Maar ik blijf je ziek. Lose it, me. Oké, daar. Maar vergeet niet, we kunnen nou namelijk ook de Good Rod krijgen. Yep. Hij heeft gevist voor 30 jaar. Willen wij naar de zee en vissen? Ja. Dat willen we zeker. We hebben de Good Rod. Yay. Mimei gaat erop scheppen. Ja, maar alle vormen van de evolutielijn tellen ook. Dus Silicoon, Cascoon, Beautify en Dog tellen allemaal vormen van Wurmple. Nee. Dan zijn het alsnog vier evoluties. Ja, maar dan nog. Vergeet niet, die evolueren nog eens een keer door. En Eevee evolueert maar één keer. Dus ik vind hem absoluut geen wannabe. Yep. Dus gewoon nee. Luister je nog niet, krijg een Feebas tegen je gezicht. Ja, dan krijg je gewoon de nee tegen je gezicht. Oké, nou de Good Rod, daar vang je volgens mij ook heel snel Magikarps mee. Dus die kunnen we wel vervangen. Normaal gesproken was het toch de Old Rod? De Old Rod is standaard Magikarp. Dus Mimei, helaas is de randomizer. Ja. Hey, dat weten we, want Bill is een leugenaar. Ja. Dus het is niet alleen helaas voor... Mimei. Nee, maar ja, aan de andere kant... Ik snap nu je pijn. Ja, ik wil zeggen, aan de andere kant... Magikarp zijn we nog steeds niet tegengekomen, nog niet eens bij een trainer. Alleen zijn nepkloon. En dat is weer het voordeel van Eevee, die heeft geen nepkloon. En Stefan, die is hem wel tegengekomen. Maar goed, laten we eens heel eventjes gaan kijken wat de Fisherman... Want we hebben dadelijk een Pokémon... We kunnen sowieso surfen dadelijk. Want we hebben dadelijk een Pokémon die surf kan. Dus dat is wel de bedoeling. You! How is your Pokémon training coming along? Have you ever noticed the mountains? Sometimes there are around boulders right in your way. You can move them with the hidden move strength. Hikers at Mount Morton seems to have extra I've heard. Leuk voor je. Hi.
Er is niks boeiend. Ja, ik heb de generatie 7 starters al gezien. Hey, don't care. Ik heb al de hele tijd een jeuk op mijn neus. The sea is blue, the sea is salty. Was dat je nummer? Echt serieus? You young trainer, the sea is sweet. Sing with me. The sea is blue, the sea is salty. Terwijl iedereen die gaat dan nou lopen. Wow, dat is een hele grote bij. Wil dan ga je heel snel weggaan. Zo'n bij, jongens. Hoi. Niks zombie apocalypse, insecten apocalypse. Poop beer drill. Inderdaad, ja. Zo. Als je ooit monotype playthrough zou doen in... ik zou nooit monotype, ik zou mono Pokémon. Monotype? Ja, dat is dat je alleen maar één type doet, want jij hebt met je vuurtypes. Oh. Oké, we hebben een Pokémon. Ja, maar ik heb een speciale monotype. Dit is so not cool! Die kun je vangen met een rod! Oh, that's so lame! En dan is nog wel een tentacool. Nee, dat is niet cool! Ik ga toch wel eventjes een star, even een andere Pokémon even vooraan zetten. Want ik word de moe van dat ik niet weg kan rennen. Ik denk dat ik Schokkend even vooraan ga zetten. Dan moet ik wel eventjes de item even swappen voor de Amulet Coin, voor monies. Wat? Geen monies? Hier! Dat is heel erg belangrijk. Maar dat was zo not fair! Een cool tent, ja, van Pokémon Stadium Games. Dat is grappig. Bedankt. Nee, serieus, daar, daar hadden ze dan een nickname en dan werd altijd de naam gewoon gehusseld. Dus een Pikachu die heette Achoopy, bij wijze van spreken. Wow. Maar bij Tentacool was het dus echt een cool tent. Dat was grappig. Oké. Okay. Nou ja, we gaan gewoon nog eventjes één Pokémon hier proberen te vissen. Not even a nibble. Snibbel. Mumee, geef mij eens even wat vis-tactiek. Normaal gesproken werken de oude hengels beter, de Ultrop, maar... Ja, voor je het weet heb je een waterkip aan de haak, hè. Dus nu hebben we een Swallow. Swallow. Wat? Een Swallow? Hier? Wat? Je wilde toch een fiets? Waarom gebruik je hem dan niet? Omdat ik aan het vissen ben! En vissen fietsen gaat. Nou, weet je wat? We proberen nog één vis. Of vogel. Krijgen we een Vaporeon. Ik lach me eigenlijk helemaal schil. Nee, weer een Swallow. Helaas. Boom. Waarom is Boompje zo underleveld? Boompje is helemaal niet underleveld. Dat komt dadelijk wel. En weer Can't Escape, serieus? Schokkend is een snelle Pokémon, toch? Ja. Wauw, dat is een critical hele... Oh. Oké, weet je wat, we doen gewoon Spark. Pak maar gewoon experience. Ik denk dat we inderdaad Boompje eventueel het beste vooraan zouden kunnen gooien. Oké, gewoon Spark. Oh, hij is sneller. Is hij ook. Swallow, blijf maar zwemmen, blijf maar zwemmen, blijf maar zwemmen, zwemmen, zwemmen. Misschien is het inderdaad wel handig als we Boompje wat extra experience geven. Boompje! Huisje, Boompje, beestje. Oké, nou, dan noemen we weer de item coin. Oh, jongens, ik ga dadelijk heel eventjes wat te drinken pakken en eventjes aan onze eerste pauze beginnen. Vind je niet, we zijn al meer dan een uur live. Yep. Tijd vliegt. Kijk, daar vliegt weer een seconde. En weer een seconde. En weer een seconde. En het wordt benauwder, benauwder. Maar vergeet niet, er is zwaar weer op komst, jongens. Daar is voor gewaarschuwd. Dus de kans is er dat de ontwikkel. Dat is Battle Frontier. Yay, Boompje! Het is een boom! La 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 la. Boom is boom! La la.
Wauw. Boom! La 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 la. Zapdos. De meeste... We hebben trouwens nog geen één van de Legendary Bird Pokémon gezien. Oh jawel, we Lugia hebben... Nee? Was het nou... Ja, we zijn een Lugia tegengekomen. Lugia, ja. Ja, ja. Lugia, nee, nee. Zapdos. Sorry, Moes. Good evening, Zeepie is niet. Ik heb een cadeautje. Hier, heb wat Barberry Berries. Zeg dat eens maar drie keer snel achter elkaar. Barberry Berries, Barberry Berries, Barberry Berries. Ah, het is niet zo moeilijk. Oké. Hey. De Koba Berries. Koba Berry. Wie? En dan hebben we hier de Wakan Berries. Wakanberry. Er is zwaar weer opkomst. 10 seconden later. Boen! Dat zou wel geniaal zijn. Van mijn telefoon mocht ik de stream niet kijken. Maar gelukkig heb ik nog een laptop. En we hebben de... A Battle of the Pel! Wauw. En dan krijgen we de Kebia Berries. Weet je wat je met je berries kunt? Op Berry. Oh, je Berry! Je zou maar Berry heten. Mam, het spel doet het weer! Mam, het spel is gemeen. Nou, we hebben ondertussen heel veel geld, dus we kunnen heel veel Pokéballs kopen. Yay! Ik ga heel eventjes wat Greatballs inslaan. En een truc is, koop er elke keer 10. Dan krijg je, als het goed is, bij de Pokéballs elke keer een premierbal erbij. Bij Greatballs werkt hij helaas niet, dus ik doe er nog even 5 hiervan bij. Dan doen we nog eventjes 10 pokeballs erbij, zo. Maar dat geldt ook alleen maar als jij één keer 10 koopt. Je moet ook eens opnieuw dan 10 kopen, want anders werkt het maar niet. Kijk maar eentje. Ik koop ook even gelijk een paar Super Repels. Mochten we ergens alle Pokémon al gevonden hebben, dan kunnen we tenminste nog een repel gebruiken tot we dus niet de hele tijd random accounts tegenkomen. Totdat een Shibet hem afpakt. Jij hebt soms ik haat mijn leven momenten. Vooral voor ik stream. Juist. Hebben jullie nog contact met Zapdos? Ik spreek hem af en toe nog wel eens een keer, ja? Zapdos. Ja, Xamtos. Ja. Maar ik spreek hem af en toe nog wel eens. 2 random huizen. Mijn sister has a lot of steals. Hier, neem wat, hè? Je hebt geen sealcase. Oh. Waarom hebben we nog geen sealcase? Waarom hebben we nog geen sealcase? Ik weet het jongens, we moeten naar de lighthouse, maar volgens mij zat er ergens nog iets. Hi. Jij wil een Krabby ruilen tegen een Voltorb? Nee. Maar volgens mij is die Voltorb ook geen Voltorb. Maar mijn Krabby moet wel een Krabby zijn. Ja, waarschijnlijk. Succes met de Krabby te vinden. Ik bedoel, ik probeer een Eevee te vinden. Weet je hoe pijnlijk dat is geweest, hè? De kans is 1 op 400 nog wat. De meest gemeeste randomizer zou ooit zo zijn als je een double battle hebt met een Pokémon met een no-guard ability en een Pokémon met een one-hit KO move. No kan. Maar daar is ook heel makkelijk tegenaan te... Want Wonder Guard, dan moet het super effectief zijn en we hebben heel veel verschillende types bij ons, dus... Maar goed, jongens, we zijn bij de lighthouse. Die bewaar ik dus voor de volgende aflevering van YouTube. Voor de livestream gaan we verder, maar ik pak heel eventjes wat te drinken erbij. Dus YouTubers, vond je dit nou leuk? Wil je een keertje aanwezig zijn bij de livestream? Link staat onder in de beschrijving van de Twitch. Als je daar een keertje bij wil zijn, zoals ik dat bij elke aflevering zet, kun je dus daarop klikken, klik op de follow. En dan kun je een keertje, dan krijg je automatisch een mailtje wanneer dat we weer live zijn. 9 van 10 keer in het weekend, hou er rekening mee. In ieder geval bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Heb je een leukste momentje? Laat weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Mee mee. En Robin, leuk dat jullie er trouwens bij zijn. Tot de volgende aflevering. Doei! Doei!